ben jij net en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 30 november en ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Als je heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is 19:45 bijna. Ik moet namelijk om 19:45 weg. Ik zit even de dop te zoeken van mijn fles, want die wil ik nu meenemen. Oh ja. Ik moet zo naar stage de hele dag. Dus ik ga vandaag niet zoveel filmen. En na stage moet ik ook bijles geven. Dus het is een hele drukke dag. En ik ga ook nog sporten vandaag. Maar in ieder geval, ik ga vandaag op stage dansles geven. En we gaan pepernoten maken. Dus dat is heel erg leuk. Nou, dat is even een heel ander beeld. Ik ben terug van stage. Het is inmiddels al 6:00. Ik heb daarna ook bijles gegeven. Ik was op zich best wel op tijd klaar. Vandaag dus pepernoten gemaakt met mijn klas. Was echt heel erg leuk. Wel heel vermoeiend om met 20 kleuters pepernoten te maken. Heb ik nou op mijn hand? Een soort blauwe plek. Nou, in ieder geval, ik ga nu even in bed liggen. Ik ben kapot. Ik ga vanavond sporten. Goed idee. Maar ik ga nu nog heel even gewoon mijn joggingspakje aandoen. Ik ga ook nog, moet nog avond eten en allemaal dat soort dingen. Maar ik ga heel even in bed chillen en dan ga ik vanavond lekker sporten. Oké, ik heb de hele tijd in bed gelegen. Ik ga nu sporten. Ik doe even mijn Apple Watch om. Ik heb ook net een pakketje binnengekregen. Die ga ik morgen even unboxen. Want ik heb nu een beetje haast en het is ook niet echt goed qua licht. Dus ik hoop ook dat ik morgen mijn lamp kan retouren. Want ik wilde nieuwe video's maken en dan gaat het ook niet werken. Dus ik ga nu snel naar de sportschool. Het is vandaag dinsdag. Goedemorgen. Het is nog mega vroeg. Ik ga zo naar stage toe. Ik sliep gisteravond mega vroeg. Ik had namelijk gesport. Ging heel erg goed. Wel echt heel zwaar. En toen daarna ben ik gewoon gelijk lekker gaan slapen. Ik heb me nu net klaargemaakt. Ik heb gewoon een trui aan en ik heb deze broek aan. Voor het eerst weer een keertje. Ik moet over 5 minuutjes weg. Ik had nog een pakketje van de Douglas. Heb ik met Black Friday besteld. Morgen heb ik weer een hele leuke dag. Dus daar ben ik blij mee. Even kijken, wat is dit? Ik had al echt heel veel make-up besteld. Dus ik miste nog 2 dingetjes. Deze had ik vroeger ook altijd. De MAC Prep and Prime. En deze had ook de beste reviews. Dus die heb ik nog een keer besteld. En dit is met de rozenwater. Deze. Dus die ga ik de komende tijd lekker gebruiken. En ik had nog 8 euro op een cadeaubon staan. En toen heb ik deze lipgloss. Hoe heet dat nou? Jeetje. Soms heb ik dat echt. Lippenbalsem gekocht. En deze blijkt echt heel goed te zijn. Van Rosebud. Ik kende het niet, maar ik zag het gewoon ergens staan. Dus die ga ik even testen. Vanmiddag moet ik dus naar stage tot best wel laat. En dan daarna moet ik ook nog eens werken. En vandaag is natuurlijk die mondkapjesplicht ingegaan. Ik droeg wel altijd al een mondkapje. Maar tijdens werk was het soms nog wel even fijn om hem eventjes omlaag te doen. Omdat ik helemaal alleen sta. Maar dat mag dus nu niet meer. Je voelt gelijk al dat het heel zacht is. Maar dit is dus echt een aanrader, blijkbaar. Dus die ga ik proberen. Ik ga nu naar stage toe. Maar we hadden al een lipgloss aan je gegeven. Ja, maar ik heb er nog even gekocht. Oh. Maar die andere is natuurlijk ook heel rood. Heb je nu meer basic? Ja, ik heb niet meer basic. Oké. Volgens mij is het laatste wat ik heb gefilmd vanochtend. Het is inmiddels 9:30 of zo. Eva is bij mij. Ik heb vandaag de hele dag stage gehad. Ik ging pepernoten maken op... Dit is wel heel klein. Wat is echt, dit? Dat was echt 6 euro. Ik heb gewoon lipgloss. Oh, wel een mooie kleur. Ja. Best handig eigenlijk dit formaatje. Ja, voor in de tas. Ik ging pepernoten bakken op stage. Het lijkt wel of je trui iets donkerder is dan je broek. Oh, dat kan. Mijn vader heeft het dan verkeerd gewassen. Ja, dat doet mijn vader ook altijd. Ja, lijkt een beetje. Misschien van... Mijn moeder weg is. Wat? Sinds mijn moeder weg is, is allemaal kleding. Oh, ja, bij mij dan. Wist je nog al die witte jurkjes met die zwarte shirts? Toen was ik zo boos. Maar mijn vader, dan was je toch lekker zelf. Dat is wel erg. Maar toen zei ik ook, sorry, maar je kan toch geen zwart... Of die nieuwe witte naked blouse, wat die lievelingsblouse. Wat die met een rood rokje was. En die was gewoon helemaal roze. Oké, ik had een pakketje nog. Vanochtend heb ik ook al een pakketje opengemaakt. Volgens mij, nou ja. En ik heb dus die lamp, want dat is dus ook heel kut, die lamp. Die moest ik dus nu terugsturen naar bol.com. Waarom ga je daar als je staan? Dus gewoon, gewoon precies goed formaat. Okay. Het ziet er raar uit zeker. Nee, het ziet er niet raar uit. En, het lijkt me alleen niet fijn. Ja, het is ook niet heel fijn. Maar die lamp heb ik dus teruggestuurd. Maar dan heb ik dus het geld al betaald.
En nu heb ik hem weer opnieuw besteld. En dan moet ik wachten op dat andere geld. Ik heb voor het eerst in mijn leven iets bij Gymshark besteld. Echt? Je moet echt blijven. Meedoen met de trend, maar ik vind het gewoon onzin. 60 euro voor een legging. Hoe heb je nu voor betaald dan? Toch hopelijk dan met Black Friday? Ja. Maar ja, alsnog... Ik was 40 uiteindelijk kwijt. Oh, ik veel meer hoor. 48. Ik was... Ja, maar die legging was van 60 naar 40. Ja. Toch? Oké, ik heb dus die... Hoe noem je dat? Seamless. De seamless legging. En ik heb hem wel gewoon in het zwart. Want ik dacht, dan kan ik hem ook gewoon normaal aandoen. Oh ja, ik voel nu al dat hij heel dik is. Nou, hij lijkt heel klein. Je gaat echt schrikken van hoe klein het lijkt. Woe! Maar hij rekt heel erg uit. Ik dacht, okay. Dat pas ik nooit. Nee, dit is chill. Welke maat heb je? Gewoon een S? Ja, misschien. Oké, okay, toppie. Nou, waar iedereen het dus over heeft. Oh ja, en ik had een... ook echt een lelijke kleur, maar ja. Ja, maar wat het was, je moet altijd volgens mij boven 50 euro gratis verzending. Je had een andere lijn moeten doen. Hoezo? Die waren mooi. Nee, sorry, ik wil een zwarte, want dan kan ik hem ook gewoon aandoen. Welke kleur is dit dan? Is blauw? Shirt. Oh, dit is een shirt. Nee, maar ik bedoel, die legging kan ik dan ook gewoon nog normaal aandoen. Kijk, best wel chill shirt eigenlijk. Hoeveel heb je daarvoor betaald dan? 12 euro maar of zo. Oh. Ik vind deze ook heel mooi. Oké, en een shirtje. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb mijn haar even vast. Ik heb mega veel make-up op. Ik weet niet of dat echt overkomt. Maar ik ga nu naar school en ik ga daarna een video opnemen met Eve. Dus ik dacht, ik knal er maar wat make-up op als er straks een mondkapje overheen moet eerst. Even kijken of ik wel... Ja, dat heb ik wel weggehaald. Het is dus vandaag woensdag. Gisteren was ik met Eva en toen hebben we gewoon even gechilled in mijn kamer. Even I Can See Your Voice gekeken. En voor de rest hebben we niet zo heel veel gedaan. En wat wilde ik nog meer zeggen? Ik ben dus nu onderweg naar school. Ik heb 1,5 uur les. Ik heb namelijk pedagogiek. Dus dat begint om 10 uur. Dus ik zit nu in de auto. Daarna ga ik mijn propeduis ophalen. Want Vos en ik wilden hem heel graag samen halen. En je moet dus een afspraak inplannen. En allemaal dat soort dingen. Dus ik wacht even op dat Vos ook haar mailtje had. Zodat we hem gewoon samen konden halen. Ook al zit ik nu in jaar 3. Vind het echt belachelijk dat ik hem nu pas kan ophalen. Maar... Maakt niet uit. We gaan hem dus straks even samen ophalen. Want dan dachten we, dan kunnen we misschien een leuk een fotootje maken. Als dat allemaal mag. Maar misschien moet je wel gewoon een mondkapje ophouden. Maar ja, dan hebben we leuk een mondkapje met een propeduis. Top. Dus ik ben nu onderweg. En dan zie ik jullie straks als ik mijn B ga ophalen. Zin in. Ja, ik vind, mag je misschien met de foto je mondkapje afdoen? Ja, ik wil het. Ik dacht er ook aan. Dus ik ga het gewoon vragen. Oh, dat was het ook met die veggie, met chicken, met die kipnuggets. Oké, dit is voor de weekvlog. Even en ik gaan een mukbang opnemen, dus misschien staat hij online. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Wij gaan vandaag voor jullie een mukbang opnemen. Nou, even en ik hebben de mukbang opgenomen. Leuk, zin in. Ik ben echt bruin. Te veel zeelbruiner. Nee. Ik heb alleen die drops gebruikt. Ik vind hem heel chill deze, hè? Ja? Ja. Ik merk echt verschil nu al. Chill. Het is wel een soort zalf wat je erop smeert, lijkt wel. Zo. Ik denk niet dat je eerder terecht kan, maar... Je kan het proberen. Het ziet er okay. Heel nieuw uit. Ja, maar ik heb hem in de was gedaan met al die kinderen op me slijmen. Ja, niet lullig bedoel, maar er zit met die vieze handjes. Oké. Okay. Die snotneuzen. Die snotneuzen. Oh. Koud. Ja. Oké, okay, Zee. Oh, maar ik moet even de overgang vertellen. Ik heb dus net een mukbang opgenomen. Ik ben nu met Zee. We zijn in de IKEA. Zin in? Heel veel. Heel veel. Nee, hier naar beneden. Jij gaat niet zo vaak naar de IKEA, heb ik wel door. Nou, ik was er laatst met mijn broer. Ik stond er zo lang rij dat we gelijk weer rechtsomkeerd hebben gemaakt. Maar dat was ook echt om zaterdag om 12 uur 's middags. Oh ja, goed idee. Kan je zijn. Oké, dit is ons nieuwe huis. Grapje. Ik wil dus zo'n bureautje. Ja. Heb je hoeveel? Ja. 61. Oh ja, dat kan wel. Nee joh. Jawel. Ja.
Waar ga je nou heen? Deze meid. Oh, mooi. Dit vind ik nou mooi. Met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Ja, even dat bed. Ja, we gaan verder. Stelling 24. Vak 9. Vak 9. Nou. We hebben alleen, nee. Nou, de onderkant van je mondkap. We hebben alleen een kledingrek gevonden. Dus het gaat misschien zo'n leuke panda. Ja, tuurlijk. Oké, ik ben terug van de IKEA. Ik ging dus met Zee naar de IKEA, want ik ging spullen kijken voor het huis. Ik heb helemaal niks gekocht. Ik heb wel even heel goed gekeken, heel veel foto's gemaakt. Om te kijken wat ik allemaal wil. En ik ben dus nu al een tijdje thuis. Ik heb een uurtje in bed gelegen. En alvast een jongenspak aangedaan. Ik ga straks sporten. En ja, ik ga gewoon eerlijk zeggen hoe ik me voel. Want ik vind het zo gek. Vanmiddag was ik echt gewoon helemaal blij. Was er helemaal niks aan de hand. En dan kan het gewoon echt bij mij in een half uur gewoon helemaal veranderen. En ik ga het gewoon zeggen omdat ik denk, ja, ik moet gewoon wel eerlijk zijn. Omdat dat gewoon belangrijk is. Maar ik vind dat dan heel gek hoe dat werkt. Ik had bijvoorbeeld vandaag uitslagen van mijn kennisbasistoetsen. En die heb ik dan niet gehaald. En dan voel ik me dus gelijk echt mega kut. Omdat ik het gevoel heb dat ik altijd als allerlaatste al mijn toetsen haal. Had ik natuurlijk met examens. Ik bleef als enige zitten. Ik moest als enige mijn HAVO een jaar langer doen. Weet je wel, dat soort dingen. Ik vind dat gewoon heel vervelend. En dat maakt me gewoon heel onzeker. Terwijl het maakt helemaal niet uit. En dat zei de Florvos ook. Het maakt niet uit op welke manier je het haalt. En andere toetsen haal ik bijvoorbeeld weer eerder. Of gaat dat weer heel goed. Maar ja, het geeft gewoon... Het is gewoon echt heel vervelend. En ik voel dat dan gewoon de hele dag. Want dan heb ik het ook net niet gehaald. Dan denk ik, dan ga ik nadenken. Oh, als ik dus één opdracht anders had gedaan, had ik het misschien wel gehaald. Heel stom. En ja, ik moet gewoon denken. Soms heb ik gewoon een geluksmomentje en anders weer niet. Want Floor Vos en ik hebben ook een keer met z'n drieën een toets gemaakt. Toen was ik de enige die hem had gehaald. Omdat ik iets langer de tijd had. Dus daar moet het ook helemaal niet aan liggen. Maar ik vind het dan gewoon... Ja, gewoon stom. En ik heb het gewoon heel druk gehad de afgelopen 3 dagen. Dus mijn vlog is ook nog niet online. En dan heb ik gezegd dat ik meer video's wil maken. En ik wil ook meer video's maken. Maar dan heb ik dus geen tijd om het te editen. Nou, ik word dan gewoon een beetje gek van mezelf. Dan denk ik, hoezo doe ik het mezelf aan? Ja, dan moet ik maandag en dinsdag had ik stage. En dan vrijdag dus weer. En dan maak ik het gewoon te zwaar door daarnaast ook nog te gaan werken. Dus ja, ik moet niet die druk te hoog leggen. En ik heb nu het gevoel dat ik dat deze week wel een beetje heb gedaan. Dus ik ga wel straks sporten, maar dat is chill. Had ik mijn propeluis eigenlijk al laten zien? Geen idee. Volgens mij had het volgens wel een stukje gefilmd. En we hadden wat foto's gemaakt. Ik ga nu nog even in bed liggen. En dan ga ik vanavond met Celia naar sportschool. We gaan boksen. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Oh ja, en dan nog een dingetje. Daarna ook erover op hoor. Ik ga niet de hele tijd blijven zeuren. Wij gaan dus morgen hebben loodjes getrokken met de klas. Gewoon met mijn studentenklas. En ik vind het mega leuk om cadeautjes, surprises, alles. Maar ik haat het om gedichten te schrijven. Omdat ik gewoon heel erg de druk voel. Dat ik er gewoon niet zo goed tegen kan dat mijn gedicht wordt voorgelezen. En dat het dan bijvoorbeeld minder goed is dan andere gedichten. En het is zo erg dat ik het zeg. Maar ik vind dat gewoon geen fijn idee. En dat maakt me dan heel onzeker. Dat ik echt denk, wat boeit het Jan? Maar ja, heel irritant. Dus ik ga daar nu aan werken. Want ik heb het ook uitgesteld en het is al morgen. Maar ik ga het gedicht nu in elkaar zetten. En dan proberen er nog iets van te maken. Oké, dit is de Gymshark broek. Zit eigenlijk prima. Ik heb deze in de maat S. Hij zag er heel klein uit. Maar hij zit gewoon helemaal goed. En dit is het shirtje. Ook helemaal prima. Deze heb ik ook in de maat S. Dus ik ga nu mijn sportschoenen aandoen. En sporten. Het is vandaag donderdag. En ik heb mijn make-up gedaan. Zometeen heb ik online les. Vanmiddag ga ik dus... We hebben met de klas loodjes getrokken. En ik heb een gedicht geschreven en een cadeautje gekocht. Dus dat gaan we vanmiddag doen. Ik moet vanmiddag ook bijles geven. Dus het is best wel een drukke dag. En ik moet ook eigenlijk nog wat cadeautjes kopen. Want ik ga zaterdag dus dobbelen. Dus dat moet ik ook nog doen. En ik moet eigenlijk ook mijn boeken terugbrengen van school. Want je kan bij ons in de mediatheek boeken lenen.
Alleen dat is al een maand geleden. Dus ik denk dat er wel een boete op staat. Dus dat ga ik straks ook maar even doen. Ik heb er echt geen zin in. Ik had ze gisteren ook gewoon mee kunnen nemen naar school. Maar ik heb straks dus geen les op school, maar op een andere basisschool. Dus ja. Ik ga mezelf omkleden en dan ga ik de online les volgen. Ik heb net online les gehad. En ik heb mijn boeken die ik had geleend van school heb ik teruggebracht. En ik had 15 euro boete. Ik vind het echt belachelijk. Zeker in deze tijd. Ik hoef nooit naar school. Alle bibliotheken, alles is dicht. En ik lever mijn boeken. Ik had ze nog niet eens een maand. En ik heb 15 euro boete. Ik vind het echt belachelijk. Ik ga er niet te lang over zeuren, maar ik dacht echt... niet oké. Ik ga straks dus dobbelen op school. Ik ga nu even piano spelen, want ik moet weer oefenen. Want het gaat niet zo soepel. Ik krijg al stress als ik eraan denk, want ik wil dan echt niet... Kijk, ik wil alleen maar het liedje optreden als ik het goed kan. Ik wil het niet doen als het niet gaat lukken. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een optie, want het proces moet ik gewoon al goed doen. Maar ja, als dat niet gaat lukken, dan heb ik er gewoon geen zin in. Dit vergeet ik steeds. Ik ga dus vandaag het nieuwe stukje leren. Maar ik ga ook even wat eten, want ik heb echt heel erg trek. Ik had ook in mijn vorige vlog verteld dat ik een lamp had besteld, een ringlamp. Alleen die deed het niet. Die ligt er nog onder, die moet ik nog retouren. Maar ik heb dus nu een nieuwe binnen. Dus ik ben heel benieuwd... of deze het wel gaat doen. Anders zou het echt een beetje stom zijn. En ik moet dus ook nog mijn geld van die eerste terugkrijgen. Omdat ik die dus nog eerst moet retouren. Dus ja, ik ben benieuwd. Oké. Meest bizarre ooit. Ik heb dus nu het pakket opengemaakt. Ik heb precies dezelfde lamp besteld. En precies dezelfde prijs, dezelfde verkoper, alles. En hij is gewoon helemaal anders. Ik snap er niks van. Deze doet het wel. Er zitten extra dingen bij. Er zitten extra statiefjes bij. Ik snap er echt helemaal niks van. Dus ja, ik hoop niet dat het gezeik wordt met retouren. Want ik had die doos. Heb ik natuurlijk alles gewoon weer terug gedaan. Maar ja, ik snap er echt helemaal niks van. Oké, de lamp staat klaar. Dus dat is helemaal prima. En hier kan ik dus ook mijn camera in doen. En dan ga ik die andere dus retouren. Er zit een mega grote kras op mijn scherm. Maar volgens mij... zie je het niet als ik aan het filmen ben. Maar ik heb me even omgekleed. Ik heb gewoon een witte trui met deze broek en deze schoenen. En we gaan dus nu met de klas loodjes doen. Dus ik ga nu naar school toe. En daarna moet ik bijles geven. Dus ik weet niet of ik nog hierna ga filmen. Oh ja, ik kan op school eventjes filmen. Dat is misschien wel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Oké. Nee, maar het zit nog een keer ingepakt, dus het maakt niet uit. Wow. Wow, misschien is het wel breekbaar dan. Oké. Wow. Heel leuk. Kaarsen. Oeh. Ja, kijk, dat doe ik. Ik klink nu heel sarcastisch. Ah. Leuk. Leuk. Ah. Ene. Een kaars. Twee kaarsen, hè, jongens? Oh, ook een kleurtje. Niet. Nee? Oh. Maar jongens, jullie weten dat ik dit... Ja, jij houdt van... Ja. Mijn nieuwe kamer wordt ook wit met beige. Wat dus had dit past er een verlanglijstje gedaan? Ik had gewoon... kaarsen. Nou, ik had gewoon die lijst. En dan kon je de hele tijd hartjes geven of zo. En producten van de HEMA, dat had ik gewoon gedaan. Oh ja. Oké, ik heb mijn lamp even aanstaan. Hij werkt echt heel goed. Is nu wel een beetje fel. Maar even voor het idee. Ik heb dus de loodjes gedaan met mijn klas. Was heel erg gezellig. En ik heb dus wel wat leuke dingetjes gekregen. We hadden gewoon cadeautjes voor 5 euro gedaan. Maar ik had even een nieuwe wimperkruller. En die had ik echt net nodig. Want anders wilde ik hem morgen gaan kopen. Dus heel chill. En voor de rest dus 2 leuke kaarsjes. Ben ik ook heel blij mee. Dus die ga ik nu eventjes. Deze. Even opruimen. En dan ga ik in bed video's editen. Want ik heb een mukbang die ik kan editen. En dat eigenlijk. En daarna lekker naar bedje toe. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik heb vandaag dus een extra dag stage. Omdat de kinderen vandaag Sinterklaas gaan vieren. En blijft dit hangen?
We hebben dus een dansje gemaakt voor Sinterklaas. En volgens mij krijgen ze cadeautjes en allemaal dat soort dingen. Wat ik aan heb is gewoon een zwarte kooltrui met een spijkerbroek. Wat je niet kan zien. En gisteren dacht ik... Oh, ik heb eigenlijk niet zoveel spierpijn van het boksen. Maar echt mijn armen doen echt mega veel pijn. Dus ik vind dat altijd heel vervelend op stage. Maar ja, het is niet anders. Ik heb vanavond niet echt plannen. Ik ga weer naar mijn moeder toe. En ik moet vanmiddag nog cadeautjes kopen voor Sinterklaas. Want wij gaan dat morgen vieren. Dus ik ga snel mijn tas inpakken en dan ga ik onderweg naar stage. Want ik ben al een beetje aan de late kant. Oké, ik ben alweer een tijdje terug van stage. Daarna moesten we al gelijk weer de kerstboom opzetten. Want maandag beginnen ze dan weer met het nieuwe thema. Ik ben best wel moe. Het was wel echt heel erg leuk. En ze hebben gewoon het super goed gedaan. En ze waren heel erg lief. Maar ik ga dus morgen dobbelen. En ik moet nog 2 kleine cadeautjes kopen. Dus ik ga nu weer naar het dorp. Ik ben wel echt heel moe. Maar ja, we gaan het even doen. Want anders heb ik er sowieso geen zin meer in. Dus ik ga dat nu nog eventjes doen. Heb ik een mondkapje? Ja. Dus ik ga nog een paar cadeautjes kopen en dan lekker weekend eindelijk. En ik ga nog mijn lamp terugbrengen die verkeerd was. Oké, ik ben bij mijn moeder thuis. Ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd, maar alle cadeautjes zijn binnen. En ik ga ze dus nu allemaal in deze tas stoppen. Hier zitten ook al wat cadeautjes in. Maar dit worden dus alle dubbel cadeautjes. Ja, er zit al heel veel in, maar ik ga er nu nog dingen bij doen. Oké, het is vandaag zaterdag. En ik film even mijn lamp, want de grootste reden waarom ik deze heb gekocht is voor deze achtergrond. Want eigenlijk komt het licht daar vandaan. Ik dacht, hoe leuk is het om zo te filmen? Hij staat nu nog niet helemaal goed, maar even voor het idee. Dus ik denk dat dit wel een nieuw filmplekje gaat worden. Het is al zaterdagavond. Ik heb de hele dag gewerkt. Ik ben helemaal kapot. Maar ik ga zo meteen pakjesavond vieren. Heel veel zin in. We gaan dobbelen. We hebben allemaal hele leuke cadeautjes gekocht en we gaan lekker samen eten. Ik heb wel vanmiddag even geslapen. En ja, ik vind het echt veel mooier om lichte kleuren aan te hebben de laatste tijd. Dus ik ga het toch maar meer proberen. En ik ga nu lekker naar beneden toe. Oké, ik had dus op werk een oliebol met kruidnoten erin gezien. Dus die gaan we even proeven. Het ruikt wel naar kruidnoten hoor. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb hem nog niet geproefd. Oké, maar ik moet even proeven voor de... Pak maar hoor. Nou, als je neergeeft, dan neem ik een lijfje. Nee. Lekker? Het is gewoon een oliebol. Ja. Ja, en het smaakt naar kaneel dan? Pepernoten, want die zitten kruidnoten. Ze zeggen kruidnoten, maar... En het is een beetje droog. Hoezo? Op dat kerstkleed. Kijk eens even hier. Zo. Nice, hè? Zo. Zelf gemaakt. Deze. Oké. Okay. Deze. Ja. Het mooiste cadeau. Oh ja, wel. Dus een, dat zeiden we nog. Het was een chocoladeletter. Nee, man, niet vinden. Het is vandaag zondag. Ik zie er echt niet uit. Ik heb weer de hele dag gewerkt. Gisteren was heel erg leuk. Toen hebben we gedobbeld. Ik zal zo meteen even... Nou, ik zal even die cadeautjes een beetje laten zien. Geurkaarsen. Nou, chocoladeletter. Maskertjes. Dat soort dingetjes. En ik had nog een leuke oorbellen. Eigenlijk best wel veel. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ga lekker de vlog editen en dan lekker in bed liggen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!